terug in het museum. We gaan de grote orgelzaal in. Die is niet voor niets geluiddicht. Tijd voor herrie dus. Kijk dit nou. Kijk dat nou. Groot, hè? Ja. Kan wel zeggen. Ja, dit zijn natuurlijk geen orgels die je zomaar op straat zet. Dit zijn orgels, eigenlijk al deze orgels in deze zaal, die stonden in danszalen. Moet je een beetje voorstellen, de discotheek van zo rond 1920 tot 1940 was heel erg populair, vooral in het zuiden van Nederland en in België. En het werkte echt als discotheek, men ging daar dansen. Dus dit mag ik eigenlijk een vroege jukebox noemen? Ja, je kan alleen niet zelf kiezen welk nummer je hoeft. Er hoeft ook geen muntje in. Dit is eigenlijk meer de draaitafel van de DJ. Je had ook een echte, zeg maar, ja, inderdaad. Maar kan zo'n ding dan ook een beetje van die drive-in disco muziek maken? Zullen we eens even kijken of je het nog doet? Een beetje hard zo. Een beetje hard. En een beetje hard. Wat een cool intro, hè? Het nummer van Henk Westbroek heet Zelfs je naam is nog mooi. En bij zoveel herkenning ga je vanzelf meezingen. Ik voelde me apentrots toen ik ineens mijn eigen muziek uit een orgel hoorde komen. Want ja, de meeste mensen die in de musea zijn, hangen in de regel, lijkt me ook al zeer onprettig. Die zijn overleden. Dat bij je leven al gebeurt, vind ik echt geweldig. En ja, zo ijdel ben ik dan ook wel weer. Dat ontroert me eigenlijk wel. En ik vond nog een mooi arrangement ook. Oh, ja. Zelfs dat zeg. Vooral zo aanspreekt is de passie waarmee de mensen hier alles doen. Als je hier bent in een onderhoudsruimte, dan zitten mensen vol liefde te beschrijven hoe zij een ding van Napoleon aan het restaureren zijn. En ze kijken daarbij op een manier zoals een jong verliefde man kijkt naar een verse partner die hij opgeduikeld heeft. Dat eigenlijk nog helemaal niet verouderd is, laat me eerlijk zijn. Jij maakt hele coole muziek en zo. En je wordt er toch zelf ook toch een beetje. Ja, maar krijg je wel echt kippenvel van, toch? Ja. Nee, maar op zo'n manier hoeft dat toch ook helemaal niet een gedateerd instrument te zijn, eigenlijk. Nou, trouwens, al is het wel gedateerd. Ja, ik bedoel, Rembrandt is ook gedateerd. Ik mag er nog steeds vrij graag naar kijken, toch?